de voorzitter van de jury van de HBO-groepen. We hebben beide groepen samengevoegd en mevrouw Henny van Egmond gaat graag vertellen wie de winnaars zijn. Dankjewel. Wij hebben genoten van fantastische presentaties. En zo goed dat we ook twee aanmoedigingsprijzen hebben. En daar ga ik even mee beginnen. Dus je hebt wel net niet in de prijzen, maar ik ga vandaag beginnen met de aanmoedigingsprijs. Daarvoor heb ik de voorzitter van het andere groepje van de jury nodig. Er zijn twee aanmoedigingsprijzen gevallen. En zij zal aankondigen waarom de firma B-Donor zij de aanmoedigingsprijs vindt verdienen. De aanmoedigingsprijs van het HBO. Ja. Nou, B-Donor had een mooi product. Die had een aantal gadgets voor mensen die eventueel donor wilden worden voor organen. En dat wilden ze stimuleren door mensen ook wat aantrekkelijke gadgets te geven. Ze hadden daar al goede contacten mee met de Nierstichting. Dat vonden wij wel heel erg doortastend dat ze daar al hun contacten hadden en ook afspraken mee. En ja, sowieso is het gewoon een heel mooi product voor een hele mooie doelstelling. Dus dat was voor ons de reden om het ook verder eventueel uit te breiden naar andere stichtingen. B-Donor, waar zijn jullie? Yes. Ik ga nu kijken naar de